De eerste serie, de jongens 1500 meter van rijderslag met in baan 2 van ZTC Amersfoort Matthijs Spelling. In baan 3 van Vitex Kees en C. Donker Roland van der Weijden. Baan 4 van Zoetermeer Jorgen Mulder. Baan 5 van WVZ Denzel Marten. Baan 6 van PSV Sam Belmont. Baan 7 van ZTC Hogeveen Tim Zuurman.
1750 meter. We zijn halverwege die 1500 meter vrij vlak. En de leiding is in handen van Sam Bel in baan nummer 6. We zijn vlak bij hem voor Jorrit Mulder in baan nummer 4. En de positie voor Tim Zuurman, die daar weer een stukje achter ligt. En Tim bij Zuurman de vierde positie ligt dan Thijs de Welling. De situatie 750 meter. We zijn halverwege 1500 meter vrije slag. Ik zal even kijken naar die tijden die hier op mijn scorebord staan. Om de verschillen te kijken tussen de twee heren. Wordt het nou groter, wordt het nou kleiner? De verschillen tussen Welkom en die tijden die lijken wat kleiner voor. De verschillen tussen deze twee heren lijken wat kleiner voor. Hier in ieder geval nu de leiding in de handen van de zwemmer in baan nummer 6. Hij keert daar 1100 meter in 1324-37. Thank you.
Christy Svendo en Johan Mulder. En de 12 op de Bender, achter de rug. En 3 op de laatste 250 meter aan de overzijde. Daar komt de stuurman in baan nummer 7 in derde positie, wat dichterbij komen. Dus in dit geval een paar tienden sneller op de 15 meter dan de zwemmer in baan nummer 4. Zo. De verschillen een beetje groter, een beetje kleiner, maar de afstand is ruim tussen deze twee heren, dus drie heren. En nu keren zij voor het keerpunt 1300 meter. Zo komen alle heren hier naar de buurt, alles gefinished na hun 1500 meter vrije slag. U krijgt de officiële uitslag op het scorebord. De te kloppen tijd is 18:22:18, gezwommen door Sam Belmont. En dat is de te kloppen tijd voor de serie die gereed staat. 10 heren voor de beslissende serie 2.